allemaal, ik ben Vicky Vermeijren en in deze video wil ik je wat meer vertellen over wat je zou kunnen doen als het zo iets te rustig is in jouw zaak. This is the boost for your business, your beauty business boost. Misschien ken je het wel. De ene periode is heel erg druk. En een paar maanden daarna bijvoorbeeld, denk je, hè, waar zijn al mijn klanten nu gebleven? Het is zo rustig. En dan krijg je misschien zelfs een kleine paniekreactie. Wel, ik kan je zeggen dat heel veel ondernemers hiermee kampen. Met het pieken en dalen in hun agenda. Met echt die drukke en dan voornamelijk ook rustige periodes. En die periodes zijn natuurlijk ook niet zo heel fijn. Maar hoe komt dat nu? Wel, meestal ligt dat wel aan de marketingactiviteiten. Want er zijn heel veel salons die bijvoorbeeld het heel erg druk hebben en waarbij je dan op dat moment denkt, goh, het is heel erg druk. Ik ga nu geen energie steken in mijn marketing, maar gewoon mijn drukke agenda afwerken is al meer dan voldoende, want 's avonds, ik ben stikkapot. Het gevolg is dat er natuurlijk voor een bepaalde periode niks van marketing van jouw kant is uitgegaan om nieuwe potentiële klanten te lokken of om bijvoorbeeld gewoon al eens een belletje te laten rinkelen bij je bestaande klanten. En dat doe je dan gedurende een periode dat je dat dan voelt en dan denk je, oh, het is heel erg rustig, ik ga terug starten met mijn marketing, hier moeten acties komen. En dan natuurlijk, omdat je heel erg veel moeite doet, heb je terug een drukke periode waarbij je dan misschien weer zegt, het is hier heel druk. Ik heb nu weer geen tijd om in marketing te steken. Er zijn dan ook heel veel salons die er toch in slagen om heel dat pieken en dalen een beetje te kunnen uitsluiten. Ik zal maar zeggen dat die zelfs rustige periodes niet echt kennen. De agenda staat continu wel vol. En daarop staan dan misschien extra pieken in bepaalde periodes. Denk maar aan de feestdagen of de zomerperiode bijvoorbeeld. Maar ja, hoe komt dat dan dat dat bij hen heel erg goed gaat en bij jou misschien net iets minder? Dat jouw agenda misschien wel pieken en dalen heeft en dat sommige salons erin slagen om dat volledig te kunnen uitsluiten? Wel, dat heeft ermee te maken dat zij continu met hun marketing bezig zijn. Dat draait. Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief bijvoorbeeld. Ze zijn heel actief op social media en dat ligt eigenlijk quasi nooit echt stil. En dat zorgt ervoor dat die salons of ondernemers in een bepaalde vicieuze cirkel terechtkomen van communicatie naar klanten toe en dus ook dat er continu nieuwe klanten en dus ook een constantere inkomensstroom is. Maar ja, goed. Stel, je kampt nu met het probleem van een rustige periode. Wat moet je dan doen om dit in de toekomst te kunnen vermijden? Wel, ik heb een opdracht voor jou. Ga eens zitten, neem pen en papier erbij en maak een concreet plan. Wat ga jij doen op een regelmatige basis om naar buiten te komen met jouw verhaal? Dus dat je continu vertelt wie je bent, wat je doet, hoe je het doet, waarom klanten bij jou moeten zijn. Wat ga je bijvoorbeeld maandelijks doen? Wat ga je wekelijks doen? Wat ga je misschien dagelijks doen? Om continu aanwezig te zijn bij jouw potentiële klanten. Dat ga je eerst al mooi op een blad papier schrijven, een concreet plan dus. En daarna is het natuurlijk de bedoeling dat je dat plan ook effectief uitvoert. Je moet het wel doen. En daarvoor neem je je agenda erbij en je gaat blokken in je agenda vrijhouden om aan je marketing te werken. Hoe druk het ook is, toch ga je op dat moment even de tijd nemen om jouw verhaal tot bij jouw potentiële klanten te krijgen. Want zoals ik daarnet zei, wanneer je dat niet doet in een drukke periode, dan ga je automatisch weer bij een rustige periode aanbelanden. Weet natuurlijk ook dat heel veel marketingmiddelen tegenwoordig inplanbaar zijn. Een nieuwsbrief verzenden kan je maanden van tevoren instellen dat je op een bepaald moment de deur uit moet gaan. En zo ook met jouw social media bijvoorbeeld. Dus kijk eens in je agenda, maak een afspraak met jezelf,
Laat daar niets of niemand tussen komen. En ik weet dat dat misschien wel lastig kan zijn wanneer een klant vraagt of je toevallig dat momentje tijd hebt. Nee, dat is een afspraak met jezelf, met je marketing, met de groei van je onderneming. Dat je op dat moment even echt je marketing gaat uitvoeren en er dus voor zorgt dat je op een continue manier kan communiceren met jouw klanten. Want actie van jouw kant, die blijft en blijft duren, zorgt ook voor reactie van de kant van jouw klanten, waardoor die dus ook continuer gaat komen. Dus, wat hebben we vandaag geleerd? Maak een plan. Wat ga je doen? Op regelmatige basis. Misschien kan je zelfs al definiëren wat je concreet zou kunnen doen. Daar echt al een maandelijkse planning van maken. En maak tijd vrij in je agenda om dat dan ook effectief uit te voeren. En zo zorg je ervoor dat je die rustige periodes in de toekomst kan vermijden. Voor meer info, surf naar vickyvermeijden.be en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief als je op de hoogte wil blijven van mijn laatste tips en tricks. En ik wil jou alvast hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zie je natuurlijk heel graag terug in mijn volgende video. Dag!